Hamdi Akoyobi, we staan hier aan de vooravond voor de thuiswedstrijd in het Janmarstadion morgenavond tegen Jong PSV. Maar ik wil eerst nog eventjes met jou terug naar die uitwedstrijd gewonnen in het Bucco-stadion tegen Telstar vorige week vrijdag. Je bent uitverkozen tot in ieder geval een speler van de week in het elftal van de Keukenkampioen-divisie. Blij mee? Ja, tuurlijk. Ik ben blij, maar het belangrijkste was dat we hebben gewonnen, denk ik. Het is voor mij persoonlijk heel mooi, maar ik doe gewoon iedere week mijn best. Zo is dat. Je bent eigenlijk een onbetwiste basisspeler in het elftal van Alex Pastoor. Altijd op die rechtsbackpositie die je eigenlijk de hele rechterflank bestrijkt. 2 doelpunten, 2 assists. Kijk je tevreden terug tot op het seizoen dusverre? Jawel. Het had meer kunnen zijn. Het gaat er ook meer worden. Maar ik ben wel tevreden. Het kan altijd beter, maar het ging niet slecht. Zo is dat. Dan eventjes naar die wedstrijd morgenavond hier in het Janmarstadion tegen Jong PSV. Waar hebben jullie deze week de accenten op gelegd om het die Jong ploeg zo moeilijk mogelijk te maken? Het is een Jong ploeg, dus het zijn jonge gozers gewoon erop klappen en voor de rest gewoon ons eigen spel spelen. Dan komt het wel goed. Afgelopen maandag, als ik me niet vergis, speelde Bakayoko bijvoorbeeld nog mee bij Jong PSV. Er kwamen deze week ook berichten naar buiten dat PSG 15 miljoen op hem geboden had. Wat zijn die verhoudingen, denk jij, morgen hier in het Janmarstadion, als zo'n speler bijvoorbeeld op bezoek komt? Ik denk niet dat dat verschil moet maken. Ik denk als wij gewoon een spel spelen, dan winnen we hier. Dan eventjes over de positie van Almere City FC op dit moment op de ranglijst op een keurige 4e plek. In ieder geval dat recht geeft op de promoties aan het einde van het seizoen. Zijn jullie daar denk je tevreden mee of zijn jullie hongerig naar meer? We zijn altijd hongerig naar meer. Het is niet slecht, maar we weten zelf ook dat het altijd beter kan. Dankjewel voor je tijd en veel succes morgen tegen Jong PSV.